Vandaag doe ik mee aan Duncan zijn Rocket League toernooi, maar ik speel zelf undercover. En het leuke is, Duncan moet proberen te raden wie ik ben. Oh, je hebt natuurlijk een geheime naam. Ja. Jackie Toppie. Hey gast, kun je me niet gelijk exposen, hallo? Is alles al begonnen? Want ik wil even een match uitzoeken om te spectaten. Alles is al begonnen, dus jij kan gaan spectaten. Oh, hier, spectate. Oké. Ja? Dan ga ik wel deze guy spectaten. Oké. Wie ga jij spectaten? JM Dooku tegen NE nog wat. Oké. Codex zit ik nu tegen te kijken. Nou, ik denk dus dat jij misschien NE Codex bent. Okay. Dat is mijn eerste gok. Mijn eerste target die ik even moet bekijken. Want hij flipt nu al goed. Ik weet niet zo heel goed jouw wantstel. Dus dat is gelijk wel ingewikkeld. En wij hebben niet zo vaak een 1v1 gedaan, hè, Duncan? Nee, maar ik weet wel. Jij hebt wel SSL gehaald, toch? In wants? Ja. Ja, precies. Dus daar moet ik wel een beetje rekening mee houden. Dat je niet helemaal niks kan. Maar ik denk ook dat jij hele gekke, domme cosmetics aan hebt gezet. Ja? En dat je niet helemaal je best gaat doen. En hoezo denk je dat? Nou, gewoon omdat dat minder opvallend is of zo. Oké. Ik weet niet. Deze guy heeft wel echt een soort clown cosmetics aan. No hate of zo. Gasten, even rustig aan tegen, hoe heet hij ook weer? Codex? JM Dooku. Oh nee. Nee, ik denk dat jij Codex bent. Dat is mijn eerste gok. Ik ken JM Dooku namelijk. Oké. Dat is volgens mij, dat is een guy en ik, die ik volgens mij wel eens in de comments heb gezien of zo. Ja, dat zou goed. Dus ik weet zeker dat jij hem niet bent. Oké, gelukkig denkt Duncan dat ik niet JM Dooku ben, dus ik moet nu gewoon zo door blijven gaan. Ik ga deze even leaven en dan ga ik gewoon even een paar andere matches kijken, gewoon oriënteren. Paus Claudius heeft blijkbaar al gewonnen. Jezus, dat is snel. Gast, ik ben bang dat jij hier heel goed in bent, omdat jij mij wel... Kijk, ik heb het dus ook met Chatmo gedaan en hij kent mij niet zo goed in game en jij kent mij een stuk beter in game. Ja, dus ik weet ook een beetje wat jouw camera settings zijn. Oh, dat was shit. Dat was ik vergeten. Daar heb ik niet aan gedacht. Nee, niet nu je camera settings aanpassen. Dat mag niet. Dat was ik helemaal vergeten. Oh. Holy moly, bro. Oké. Ja, ik weet gewoon veel beter hoe dat werkt natuurlijk. Onderbreekt zijn actie nou niet. Oh, hij doet het. Oké, maar dit ben jij sowieso niet. Jij zou nooit op deze manier scoren. Nee, oké. Okay, misschien speel ik wel slechter dan normaal, hè? Dat weet je niet. Ja, misschien wel. Nee, maar ik heb altijd een belofte die ik aan het begin maak. En dat is dat ik wel als mezelf zal spelen. Omdat het anders onmogelijk is om... Maar dan is dit echt makkie-kakkie poempa-chappie. Dat weet je niet weer. Je weet niet wie ik heb uitgenodigd, hè? Misschien heb ik wel een soort van team uitgenodigd die allemaal insane zijn. Ja, die allemaal als jou spelen. Gewoon 16 AI-bots die hetzelfde spelen gewoon. Nou, ik kijk nu weer naar een nieuwe match. Van Steve tegen Kaasfrietje HD of zo. Zo, wat een mooie naam. En Steve heeft wel degelijke camera settings. Ik weet niet helemaal of ze matchen met die van jou. Maar hij probeert je wel gekke shit. Okay. En hij heeft een stokteen trouwens. Dus het is ook een beetje van... een smurf kunnen zijn, zeg maar. Dat kan altijd. Dat kan altijd, Duncan. Ja, en ik probeer altijd een beetje te spotten of jij nou gewoon je smoel houdt. Op de momenten dat bijvoorbeeld de persoon die ik aan het kijken ben moet focussen eigenlijk. Denk hier maar eens over na. Misschien heb ik wel hele andere camera settings. En denk jij dat ik mijn eigen camera settings heb? Nee, want je klonk wel daadwerkelijk gewoon gechoqueerd van... Oh, shit, hij heeft me door. Oké. Oh, wacht. Ze zijn hier aan het chatten tegen elkaar. Dat zou jij nooit dat is doen. Toevallig. Jij zou nooit... Nee, jij zou nooit typen terwijl je praat. Nee, kijk, je zegt gewoon dat ik niet kan multitasken. Zeg je dat nou? Ja. En Kaasfrietje aan deze trouwens ook gewoon tegen mij te praten. Hij zegt, Duncan, kijk deze tryhard. Gast, dat ben ik. Nou, ik weet niet hoe tryhard hij is. Hij probeert een airdribble op te zetten. Dat lukt hem ook niet. Op naar Twisty, zegt Steve. Oké, nee. Oké, ik geloof deze guys. Als we praten, dan geloof ik het al gelijk niet meer. Wat een slimme undercover ben ik toch ook. Ik denk dat jij aan de andere kant van de bracket zit. Of jij zit nu al heel ver. Je bent Syntax tegen Jackie Toppie. Ik ga die wel even kijken, want die zijn allebei Jackie al door. Jackie Toppie. Ah, het wordt wel steeds makkelijker. Want ik bedoel, als jij heel ver komt, dan zijn er natuurlijk niet heel veel opties meer over. Dus ik hoe wou langer net ik zeggen. Erover doe, hoe makkelijker het down narrowed, zeg ja, maar. Ik heb goed nieuws voor jou, Duncan. Volgende ronde zijn er nog maar 8 mensen over van de 16. Dus dat weet je. En ik hoop dus dat de mensen die ik een beetje op het oog heb gewoon doorgaan. Want dan... Dat maakt het wel makkelijker voor jou, ja. Ja, precies. Dat maakt het echt zoveel makkelijker. Want hier, Jackie Toppie heeft aardig wat speed. En Syntax die heeft ook wel gewoon enig idee wat hij aan het doen is. Oké. Allemaal een beetje gewoon richting de... goal schieten. Maar ik heb geen idee wie is. Deze guy heeft wel een klein beetje jouw camera settings, maar ook weer niet. Nee, dat is te dichtbij voor jou. Okay, jij bent goed meer dat ik ze heb aangepast. Een 270 distance kind of guy, toch? Ja, maar hé, wij hebben heel lang niet gespeeld. Je weet niet wat mijn camera settings zijn, gast. Alsof jij die wisselt. Oké, daar heb jij mij weer. Nee, jij kent mij beter dan ik dacht eigenlijk, want ik pas eigenlijk nooit mijn camera settings aan, inderdaad. Oh, hij doet een flip reset! Oh, shit. Let's go, wat Jackie. Wat een goal. Trots op jou. Hij deed hem ook gewoon met bump.
9 Supersonic Legend. Oké, nou, ik heb deze wel even gezien. Staat wel op de lijst. Jackie Toppy staat op de lijst. Ja, dat vind ik interessant. Het is ook wel een naam die jij zou uitkiezen eigenlijk. Het is wel een funny naam, ja. Oh mijn god, Marmon zit erin. What the fuck? Echt? Ja, Marmon noem ik hem altijd. Maar hij is Marmon. Zit jij dan niet gewoon stiekem op het account voor Marmon te spelen? Ja, dat kan allemaal dunken vandaag. Ja, kan dat? Heb jij een account overgenomen van iemand? Ja, nee, het zou kunnen. Marmon is klaar. Die heeft gewonnen met 9-5. Oeh. Die is ready. Ik zit nu te kijken bij Paus Claudius en JM Dooku. Interessant. Kijken what's going on. Deze guy heeft ook wel een redelijk oké octeentje. Mooi, maar niet hele zieke camera settings. Maar weet je wat het lastige ook is? Jij zegt wel van misschien dat ik een klein beetje mijn settings ga veranderen. En misschien ook een klein beetje je playstyle. Maar het is voor Rocket League spelers heel moeilijk om hun gedrag aan te passen, hè? Met klopt. Spelen. Het is heel moeilijk om anders te gaan spelen. Dat klopt. En ik denk dat ik jou daar een beetje op ga betrappen. Dat is een beetje mijn doel. Ik wens je succes. Nou, je klonk geconcentreerd. Ja? En er was nou in mijn potje nou precies een kick-off gaande. Oké, misschien ben jij JM Dooku. Ja, dat kan ook. Alles kan, Duncan. Hij heeft wel een simpele auto. Nee, oké, jij zou die wel beter raken, deze bal. Nee, daar ben jij sowieso niet. Ja, inderdaad, gast. Oh, shit. Oh, mijn god, wat een save. Lekker JM Dooku. Dankjewel. Dat hij zo doet. Kabberdebum! Ja! Oh, jammer gast. Oké, dit is... Nee. Ik geloof deze ook niet. Het wordt moeilijk, hè? Ja, het wordt makkelijker, maar het is nog steeds moeilijk. Ik heb het is geen nog steeds idee. Moeilijk, ja. 13-0 heeft Xenobye gewonnen van King Richard. Dat is een monsterscore, gast. Ik kan... De game die ik wil spectaten, kan ik niet spectaten. En welke game is dat? Dat is Syntax tegen Jackie Toppy. Je houdt van Jackie Toppy, hè? Ja, hij staat 6-1 voor. Dus, en net ook al dik gewonnen? Ja, 9-0 heeft hij dik... Hoe weet je dat? Oh, shit, bro. Je heb ik jou... gekeken of niet? Dat weet ik niet. Oh, nou, ik kan de scores zien. Alles kan. Hoe sta je een beetje voor, Thomas? Ik ben wel goede zaken aan het doen, zeg maar. Oké, dan ben je Steve niet. Oh, nee? Steve staat achter. Oh, kut. Ik had niks moeten zeggen. Ja. Maar er is net wel gescoord ook door Xenobye. Die gaat nu even een kick-off goaltje rammen. Hoppa, lekker gast. Lekker. Misschien, hè? Ja, ja. Misschien dat jij deze guy bent. Ja, en Duncan, je hoeft niet te wachten tot de finale. Als jij al over 2 rondes of over 1 ronde denkt van... Ja, dit want ben jij kan sowieso. Ook verliezen. Dat klopt. Want Marmon doet mee. Dat klopt. Dus jij denkt, oké, Twisty zit hierin en hij heeft verloren. Dan mag je dat ook zeggen. Ja, maar ik ben nu een beetje aan het twijfelen tussen 2 à 3 man. En ik wil wel zeker zijn van mijn zaak, zeg maar. Dat is het een beetje. Oh, en het is klaar. Oké, leave. Ik kan niet leaven! Ik ben gelokt! Werd je even vastgehouden? Ja, ik werd vastgehouden. Ik mocht niet leaven. Oké, Xenobye is door. JM Dooku en Paus Claudius zijn nog aan het strijden. Marmon en Jackie Toppy zitten nu tegen elkaar. Oeh, dat is een leuke. De matchup van de eeuw. Oké. Ja, dan moeten we even... Ik denk dat jij hier gewoon een beetje aan het zweten bent. Jij kan eigenlijk daar veel informatie uit halen, natuurlijk. Ja, want Jackie Toppy stond wel hoog in de lijst. Dat betekent wel dat iemand anders die ik nog een beetje in mijn lijst had geëlimineerd is. Ik denk eigenlijk omdat jij zei van, yo, je moet wel op tijd gokken en niet in de finale, omdat jij tegen Marmon moet. Oh. Dus ik neig nu naar Jackie Toppy. Maar wat gebeurt als ik het fout heb? Ja, nou ja, uiteindelijk mag jij een definitief besluit. Maar ik denk dat je gewoon nog even moet wachten. Op zich, Jackie Toppy heeft wel gewoon redelijke car control, maar Marmon kan ook gewoon goed verdedigen, weet je. Heel eerlijk, dit is even foreshadowing gewoon. Ik zou het lullig vinden, al heb jij een naam gepakt die ik ken. Want ik neig juist naar van, oh, dit is gewoon Marmon, hij doet mee, weet je wel. Ja. En dan blijkt jij het te zijn. Maar het is gewoon moeilijk om dat verschil een beetje te zien. Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat je aan de playstyle, want Marmon is een stukje beter dan ik. Je kan, ik denk aan zijn playstyle zien of ik het ben of niet. Hij staat wel 8-2 voor, ik heb genoeg gezien. Marmon is aan het slopen. Ja, best wel. Jackie Toppy is niet zo toppie meer. Ik had zoveel vertrouwen in hem, gast. Ja, ik ga weer terug naar JM Dooku en Xenobye. Oké, eigenlijk, nu ik er zo over na zit te denken. Ja. Jij bent of Xenobye of Marmon. Oké. Dat is eigenlijk... Want ik weet ook niet zo goed hoe Marmon speelt. Dus het is moeilijk voor mij om te zeggen wat het verschil is tussen jou en Marmon. En hoezo denk ik Xenobye? Omdat hij voor staat. En het is gewoon een rare naam. No offense. Waarschijnlijk heb je dit account geleend. Ja, dat kan. Ja, I don't know, man. Ik weet niet. JM Dooku qua playstyle is gewoon, denk ik, net niet jou. Dan moet je echt heel erg je playstyle hebben aangepast of zo. Ja, of je bent heel rusty. Dat kan ook. Dat kan. Maar ik weet niet. Ik denk niet dat dit jouw once playstyle is eigenlijk. Oh, maar die gaat er wel in. Oh! Wat is het? Lach even met me mee. Jij hebt het ook gezien. Heb ik dit ook gezien? Jij zit in die game. Jij hebt deze goal gescoord.
Oké. What the fuck was dat? Ja, goeie vraag. Ik weet het niet, Duncan. Ja, stop nou met zo geheimzinnig doen. Hallo. Hoe confident was jij dat je eigenlijk ging winnen voordat je begon? Mag ik dat vragen aan jou? Ja, dat weet ik niet. Ik wist niet wie er ging joinen. Doet nu wel dubbel flip reset. What the fuck? Oh. Doekoe is gek. Huh? Hij doet nu wel... Hij probeerde een dubbel flip reset, maar hij landde hem niet. En Xenobai denkt dat jij twistte dat jij JM Doekoe bent. Oh shit, Xenobai. Zat op ons verkeerde pad. Is dit hem gewoon? Gast, ik wist gewoon. Ik zie Xenobai. Hij gaat mij redden. Misschien typte ik dat wel, Duncan. Om jou weer op het dwaalspoor te zetten. Hoeveel heb je hem betaald? €50. Zo. Nou, ik wil ook best wel zeggen tegen mensen dat jij Twisty bent. Dat is een leuk baantje. Maar hoeveel mensen zitten er eigenlijk nog in het toernooi? Daar ben ik wel benieuwd. Ja, echt 4 man. Dus het is niet... het is zeg maar JM Doekoek, Xenobai, Jackie Toppie en Marmon. Jackie Toppie komt altijd terug, gast. Nou ja, Jackie Toppie ligt inmiddels wel uit, volgens mij. Die heeft met echt 10-2 verloren misschien. Nou, oké. Ik denk dat jij JM Doekoek bent dan. Oké, shit. Duncan denkt dat ik JM Doekoek ben, dus ik moet nu heel erg oppassen. Jij weet zeker dat je hierop lokt gewoon. Ik weet het niet zeker, maar ik ga er gewoon op inlokken. Want je wil gewoon deze finale tussen Marmon en JM Doekoe. Kan ook. Hoe weet je trouwens dat JM naar de finale gaat? Nou, omdat jij net zei dat JM Doekoe dik voor stond. Nou, viel ook wel mee. Staat nu pas 6-1 voor. En dat was 4 goals geleden dat ik dat zei. Oh. Vertel eens wat over je meest recente potje, Thomas. Het potje waar ik nu in zit of het potje wat net gespeeld is, zeg maar? Oh, je meest recente potje. Het laatste potje wat jij hebt gespeeld als in nu of de game die net klaar is. Lijkt op heb winst. Ja, oké, maar ze waren allebei niet heel spannend. Dus daar heb ik helemaal niks aan. Okay. Give me something good. Jezus. Ik maak het je wel heel moeilijk, hè? Ja, maar ik snap het ook wel. Want kijk, ik bedoel, bijvoorbeeld een Chambo kan best wel wat hulp gebruiken, maar... Klopt. Jij weet natuurlijk ook niet wat ik weet, want ik speel ook geen open kaart met jou. Jij weet misschien al meer dan ik denk. Ja, waarschijnlijk heb ik jou gewoon helemaal pinned down. Ja, ik ben gewoon nog even aan het genieten van deze game, want ik bedoel, er is sowieso niks anders te kijken. Hier, jij en Doekoe gaan nog even voor de flip reset. Musty, oh, de mustard. Och. Wacht eens even, doet wat zei jij nou? Doet hij gek? Jij zei och. Jij reageerde daarop. Ik reageerde op jou. Nee, dat is niet. Nee, volgens mij reageerde jij een beetje van och, die had ingekund. Maar echt? Gewoon niet helemaal... Ja, zo klonk het een beetje. Ja, heb ik hem gewoon gepakt? Ik wil eigenlijk zo'n leugendetector gewoon op jou binden. Let's go, bro. Pak de leugendetector. Een hartslagmeter en alles erbij kunnen pakken. Ja, je mag je final answer geven. Ik bedoel, je hebt nu een Marmon weer bekeken. Je bent JM Doekoe aan het spectator, zeg je net. Ja, jij kan het nog steeds zien trouwens. Ik ga nu mijn schermdelen uitzetten. Stik erin. Oké. Ja, ik twijfel nu. Want omdat ik mijn schermdelen aan had, dus jij kon exact zien wat ik... Ja, dat klopt. Maar dus ik keek er niet per se op de flip reset mustard van JM Doekoe. Of jij reageerde daadwerkelijk op wat er gebeurde in de game. Maar jij bent gewoon JM Doekoe of Marmon. Dat is wel... Oh, Salty Shores. Oh nee. Salty Shores. En JM Doekoe staat 1-0 voor. We gaan de goal nog wel kunnen zien. Ik kan kijken. Hop. Oh, wat een goal zeg. Wauw, ziek. Klapjes voor JM Doekoe. Ja, ziek hoor. Ik ben zeer impressed. Ik wil niet gemeen zijn. Maar je hebt 26 seconden om te raden, Duncan. Dus ik zou gaan kijken. Nee, dat vind ik niet eerlijk. Waarom krijg ik niet gewoon een minuut? Hallo? Oh ja, wacht. Je bent er gewoon... Oké, tot 3:30. Ja, wat... Dat ja, is ook zo. What the fuck? Hallo? Dat is ook zo. Dat is niet... Niet de denderendste 1v1 gameplay, als ik zo eerlijk mag zijn. Hoppa. Nee? Oh, zo dan. Oh, wat een save ook. Jongen. Dit is een leuk potje tot nu toe. Ja, oké. Vanaf nu wordt het spicy. Yup. 28 seconden. Maak eens even een goal. Is goed. Oh. Jij reageerde daar wel echt op het moment dat je ging schieten. Een beetje alsof... Ik denk gewoon... Kijk, het gaat me nu niet eens meer om gameplay. Ja, nee. Ik ga me inloggen, want ik heb nog maar 13 seconden. Je hebt 13 seconden. Ik denk dat jij JM Doekoe bent. Oké, nou dan heb ik goed nieuws. Je hebt het goed, bro. Yes! Oh mijn god! Je hebt het goed. Oh, wat bro, goed, ik vond het echt heel knap dat jij... Want je had JM Doekoe eigenlijk afgeschreven. Maar daarna zat je eigenlijk gewoon locked op JM Doekoe gewoon. Dus, ja. Ja, maar dat was voornamelijk gewoon omdat de gameplay die ik zag... impressed me aan het begin gewoon niet zo. Maar ja, nee, ik moest echt even opwarmen, gast. Het was je gedrag. Je gedrag. Nee, dat snap ik. Je had een paar slip-ups gewoon. Ja, dat klopt. Ik maakte echt een paar domme dingetjes. Want ik zei gewoon, een keer Among Us spelen. Ik was de imposter vandaag, gast. Als je nou een leuke video vond, doe even dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Want 70% van jullie is gewoon niet geabonneerd. En klik hieronder om mijn vorige video te bekijken. Waar ik een freestyle even 1 deed tegen elke rank in Rocket League.